Yo, what up guys, van Den naar Den. Welkom terug bij weer een nieuwe episode op mijn channel van Mass Effect en Dromeda. Inmiddels aflevering 28 en het is echt een pittig tijdje terug dat ik de game überhaupt heb gespeeld. Maar ook gewoon dat ik mijn PlayStation heb aangeraakt. En dit is eigenlijk gewoon dankzij de Omen X. Ik heb zoveel PC opgenomen en gegamed. En natuurlijk loopt de Mad Max serie in 4K. Ik speel Dirt Rally heel veel. En nu zelfs dankzij Bethesda Nederland heb ik The Elder Scrolls Online op mijn Omen X, oftewel ESO voor PC, met een pittig toffe closed beta van de Morrowind expansion. Dus daar ga ik binnenkort ook shit van recorden in 4K. En het komt erop neer, ik ben gewoon druk. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden dat ik geen bestanden meer op mijn computer had staan van Mass Effect Andromeda. Nu wil ik daar weer eventjes verandering in brengen. Ga ik even de tijd nemen om de serie weer verder op te nemen. Het is niet dat ik ben vergeten waar we zijn gebleven of zo. Sterker nog, ik heb me al die laatste tijd niet eens gefocust echt op de hoofdstory. Dus op het moment dat we dat nu wel gaan doen, we ons bezig gaan houden met quests van niet alleen de hoofdstory, maar ook gewoon van mijn collega's aan boord. Die hebben allemaal hun eigen verhaal. Het zijn hele grote belangrijke missies dat je die doet. Eigenlijk de meest secundair belangrijke missies. Ja, daarmee gaan we verder. We gaan dus naar Havar reizen. Dat is die paarse planeet die we al hebben hersteld in de vorige part. Havar, daar gaat een missie van Jarl verder. Dat is ook een mattie van mij. Ik zal het even kort laten zien als we naar Journal gaan. Hier spreek ik over. Zie je, dit is Jarl zijn questline. Het speelt zich af op Havar en we moeten Tal Dir gaan vinden. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Welkom terug in ieder geval allemaal bij Mass Effect Andromeda op mijn channel. We gaan naar Havar toe. Daar gaat aflevering 28 verder. Ik hoop dat jullie er zin hebben en de support show door de video even te liken. En let's fucking go. Entering atmosphere, LZ in sight. Oké, jongens, welkom op Havar allemaal. Wat we dus in de vorige aflevering hebben gedaan, is dat we eigenlijk de planeet hebben hersteld. Zo schijnt de zon weer een beetje. Oh, kijk, ja, hij weet dat we met zijn quest bezig zijn. Dus hij begint een gesprekje. Maar wat het dus is, we hebben de planeet redelijk hersteld. Hij is nog herstellende, dus we zullen waarschijnlijk steeds meer verbeteringen zien aan het klimaat. En ook aan de flora en fauna. Maar los van dat, gaan we vandaag verder met deze quest. Wat ik dus al zei aangekondigd, kwam vanaf de PC vandaan. Daar heel veel op gespeeld de afgelopen tijd. En dan zou je wel denken, wow, daar zou je wel best wel moeten wennen. Maar dat valt reuze mee, aangezien ik bijna alle games die ik tot nu toe op PC heb gespeeld met de controller. Dus de controller, ja, het is gewoon natuurlijk hetzelfde. Het is alleen even wennen aan deze specifieke gameplay van Mass Effect en de besturing van Mass Effect. De enige game die ik tot nu toe in de echte officiële PC-setting heb gespeeld, dat is The Witcher 1. En wow, what the fuck is dat? Een dropship. The Witcher 1 en ESO, die speelde ik specifiek met muis en toetsenbord. Maar dat was de enige. Dus het valt wel mee hoe erg het wennen is. Het is alleen even wennen aan de game zelf. En aan de frames. Dat ook. Het gaat zoveel smoother op PC. Dat merk je nu als je terugstapt, zeg maar. Oké, lekker. Boom! Zo, nice, die zijn neer.
En ja, het ding is gewoon, als je dus van PC terugkeert waar je bijna 100 FPS speelt, dan is dit gewoon een hakkelige game. Want dat zou je bijvoorbeeld niet zo erg merken met Horizon Zero Dawn of een Uncharted of zo. Maar Mass Effect runt gewoon op die 30 FPS. Locked 30. Ook al speel ik op de PS Pro, ik speel wel gewoon op 1080p omdat ik aan het opnemen ben. Dus we spelen gewoon 1080p, 30 FPS en dan is dat verschil daadwerkelijk te merken. Maar waarschijnlijk moet het niet al te erg opvallen op YouTube, dat maakt niet uit. Maar als speler merk je het wel een beetje. Ik ben in ieder geval benieuwd wat we hier moeten doen. Ik heb ook geen idee, de markering wijst daarheen, maar ik denk ik loer hier even heen. Want het ziet er best mooi uit hier. Tof stijltje. Ik zie hier ook een chest, dus die pakken we even op. Twee zelfs. Het is goed dat ik hierheen ging. Ja, dat soort dingen zijn gewoon goed. Die kunnen we altijd of gebruiken of verkopen bij merchants. Voor credits. Wat hebben we hier? Kijk eens, ook mooi. Nickel. En dan kunnen we verder gaan. Oké, what up Apple Flappy? Locked. I'll override it. Doe dan. Als je cool bent. Ik vind het een beetje eng dat ze zegt, don't come any closer. Is ze nou bang of is ze vet vergiftigd of zo en is ze bang dat ze ons aansteekt met iets? Ze is infected. Ik zou het niet weten. Waarom zegt ze don't come any closer? What's up? Don't touch me. Ja, no shit. You need medical attention. It's too late for that. I made sure of it. Your wounds, they're self-inflicted? The cat. I can't go back. I won't. Oh. Hush now, sister. The cat are dead. They can't take you. We won't let them. You sound like him. So confident. So sure. You mean Axel? He saved me. Gave me a chance to live. And die on my own terms. We need to find him, Thordir. En neer. She's gone. Ze tuit in die lippies nog even. Ze sterft met een duckface. Eervol. Ishare. Brave one. Ja, en nou neer. Even in the end, she was devoted to him. And Axul's using that devotion to spread hate. The only other person who could reach him is the Moshai. I was hoping to keep her out of this. She's always had a blind spot when it comes to Axul. Come on, let's go. Oh nice, level up. We zijn level 21 geworden, waar ik dus ook meteen skill points mee vrij speel. Ik was even vergeten hoe dikke ass Korra had. Maar het ding is, de quest staat op unhold. Voor de mensen die dan echt compleet de draad kwijt waren en niet meer weten hoe het werkt, ik zal het even kort uitleggen. Je hebt natuurlijk main quest, daar waar we namelijk nu mee aan de slag gaan, maar er zijn ook een soort secundaire main quest. En dat zijn echt de questlines van al je buddies in de game tot nu toe. Bijvoorbeeld Jal, we hebben Korra, hoe heet die andere guy? Op de Tempest, weet je. Ze hebben allemaal, en Phoebe bijvoorbeeld, ze hebben allemaal hun eigen verhaal. En die verhalen hebben questlines. Dus dat zijn de best leukste en interessantste missies om te behandelen in de Let's Play. Alle overige miscellaneous bullshit, dat kan ik niet eens gaan behandelen. Daar zijn we echt over 5 jaar nog bezig. Ga ik ook niet eens aan beginnen. Verzamel 30 plantjes. Ja, weet je, dat doe je wel gewoon onderweg. En dan ga je hier niet op focussen. Dan ben je echt een complete moron. Het ding is, we kunnen hier nu niet veel meer doen. Dus ik ga even de journal erbij pakken. Kunnen we kijken wat we hier gaan doen. Kijk, dit staat op on hold. Hetzelfde geldt voor dit, weet je. Dit zijn allemaal matties. Dit is de Turian Arc, staat on hold. Dit is dat van Jaws, staat on hold. Liam, on hold. Dit gaat vanzelf, dat zijn de Missing Arcs. Dat van Korra staat op on hold. Phoebe staat op on hold. Het enige wat we nu nog mee verder kunnen gaan is Mr. Drake. En dat speelt zich af op de Nexus. Wat nou blijkt, hij heeft nog familie op de Nexus. En ook met een best goede functie. Geloof ik. Het is ook een tijdje geleden dat ik deze questline heb gespeeld. Maar wat het dus blijkt is...
dat er op de Nexus iets gebeurt. Een soort van corruptie. En hij wil eigenlijk dat we eventjes gaan kijken hoe dat zich precies afspeelt. Voor de rest zijn dit Memory Triggers van Sam. Dat is dus mijn eigen AI. En de andere, dat is de allerlaatste die we kunnen doen, is Know Your Enemy. Dat speelt zich af op Vault. Dat is de sneeuwplaneet en heeft te maken met een cat leider. Ik hoop jullie zo weer geüpdate hebben. En dan hebben we bijvoorbeeld nog alleen de priority ops. Dit is dan de main quest. Die heet Hunting the Archon. En dit gaat gewoon verder nadat we deze allies en relationships hebben afgerond. Dus het eerstvolgende wat ik ga doen, dat snappen jullie denk ik wel nu ik het zo heb behandeld, is de missie van Drak. En daarvoor moeten we naar de Tempest. Eerst naar de Tempest en dan naar de Nexus. Dus laten we erheen gaan en ik zie jullie zo weer. Let's go. Leaving Avaral. Bridge is yours, Pathfinder. Oh. Nou, never mind dan. Ik heb een foutje gemaakt. Tenminste, een foutje gemaakt in het uitleggen. Namelijk dat op de Nexus hebben we al uitgezocht. En wat nou blijkt, de sporen die leiden naar deze planeet. En dat is een planeet waar we nog nooit eerder zijn geweest. Het stelsel heet Govorkam. En volgens mij heet de planeet zelf Kadara. Maar daar ben ik dus nog geen enkele keer geweest. We kunnen dus beter op Vault aan de slag gaan. Om dan alles te hebben afgerond. Ik ben ook wel benieuwd als ik het zo bekijk. Waar gaat de main quest officieel verder? Priority Ops, waar leidt die ons heen? Die zegt dat we naar Okadara moeten. Ja, precies. Dus ja, het komt er gewoon op neer. Dat gaat de volgende part gebeuren. Kadara gaan we dan ontdekken. Dat wordt een nieuwe planeet voor in part 29. Waar we en met de hoofdverhaal verder gaan. En met de missie van Drak. En wat we nu gaan doen is op Vault. De Know Your Enemy quest. Ik zal hem aanzetten. Nou, mooi, dat is dan duidelijk. Know your enemy, meet with Raelis. Unfold. Cool, ik ben hartstikke benieuwd. Let's go. Het heeft te maken met een resistance fighter die tegen de cat vecht. Oké dan, zijn we dan aangekomen op Vault. Ben benieuwd waar we nou precies heen moeten voor deze missie. Nou, het speelt zich gewoon hier af. Ik kan er gelukkig al naartoe fast travelen. Pittig nice, let's go. Oké, welkom op Vault. Dit is deze mooie planeet voor de mensen die het vergeten waren na een tijdje geen Mass Effect video's. Dit was dit prachtige gedeelte, de sneeuwplaneet. Ik vond het een beetje op een maangebied lijken, weet je, het waren alleen maar bergen, kraters en sneeuw, alleen ik verwarde het met nog een andere planeet. Er gaat dus echt een maanplaneet komen, die is echt awesome. Daar kan je geloof ik ook alleen rondrijden met de Nomad. Over de Nomad gesproken, ik heb hem echt een hele domme skin gegeven, bewust, was gewoon even een testfase, ik wilde even kijken hoe het eruit zag, maar hij heeft dus nu een gouden skin. Niet al te veel op letten, dat komt later wel. Ik zie hier iets wits, dat betekent dus dat hier een witte markering staat, dat het een soort sidequestje is. Ik spreek wel eerst even met ze. En dan gaan we verder. I saw you. Your eyes were closed. I was blinking. For 2 minutes. That's just how I blink. Dat gesprek, wat de hel. Whoa, didn't mean to sneak up on you. Squinting stars. It's the Pathfinder. We heard about how you punched the cat. Punched them right in the exaltations. So amazing. Shut up, Beniska. You're embarrassing. You shut up. I'm being charming, right? Nee. I'll wait over here while you two sort this out. You see, Beniska, the Pathfinder agrees with me.
Yes, yes, sure. So what's out there? Any tips? As a start, you could join our fight in Hajara, where those red lights are. I hear someone's looking for help. Or you could just go there and kill some Khet. They're everywhere. Anything else you need to know? We've been stationed here forever, so we're experts. Nou, dat is wel goed zo, want ik ben hier natuurlijk al geweest. Maar lief dat jullie hulp aanbieden met z'n tweeën. I'll let you get back to your work. Take care. Stay safe. You be safe too, Jarl Amadarov. As your sister recovered from her mission, she was brave. So brave. She is. Both recovered and brave. Thank you for asking. Oh, ik zie nu pas dat die man gewoon... Jarl heeft gewoon gekke piercings aan het wenkbrauwtje van hem. Wat ik even niet verwacht. Oké. Nou. Hier is weer een normale temperatuur. Hier gaat dus de officiële sidequest verder. Ik ben hartstikke benieuwd wat we gaan aantreffen. Laten we daarheen gaan. Ik begin in ieder geval wel goed. Ik heb redelijk veel completion al. XP binnen. En natuurlijk zal de combat, jongen. De combat. Voor de mensen die dat ook zijn vergeten. De game staat op Insanity. De Insanity difficulty. Dat speel ik bewust voor een trophy. Maar dat is natuurlijk pittig lastig. Dus de combat zal wel even poeh wennen worden. Ik heb net wel wat Khet verslagen net buiten de opname. Dat was al verschrikkelijk lastig. Ik ken aangenomen als het een grote missie is. Laten we met M spreken. Rylus? That's me, yes. I'm Rylus. Wow. You really showed up. You seem thrilled. Honestly, it's nothing special. Nothing special? You saved the Moshai from the Khet. And not just the Moshai. So many people owe you their lives. Anyway, I should get to the point. Your raid on the exaltation facility sent the Khet scrambling. They're trying to get their operations in order. Our scouts report increased Khet movement through certain areas of Vold. Not military, though. Science and research vessels. Doesn't matter if there's science Khet, warrior Khet, janitorial Khet. They're all bad news. Some of us were concerned they might be planning more exaltation, or putting more of our people through torturous study. We don't have the tech to break into their bases, but someone has to stop them. You're talking to the right person. We always help our friends and allies. I knew you'd help. I'll send the nav point immediately. Perfect. Go to the Khet facility. Ik hoop niet dat het echt lastig is. Echt lastig, lastig. We gaan het denk ik vanzelf wel zien. We moeten allereerst naar buiten. Hier bevindt zich nog iets, hier rechts. Laten we even met die praten dan. Zie je, dat bevindt zich daar. Pathfinder, something I can do for you? You the requisitions officer? I hear you're having supply issues. Of course not. I don't know what you've heard. But everything is running fine. I saw the messages sent to you. What are you hiding? Keep your voice down. I need to keep this news contained. No one knows the shipments have stopped. If word gets around, we'll have a serious morale drop. I need to investigate this quietly. You have any leads? Not much. The supplies make it planetside, but never reach the base. The obvious answer is the Khet. Sabotage is their style. We changed our drop point, but no luck. I can't send someone to investigate without word getting around. I guess there's no avoiding it eventually. Ik doe het wel. I can take a look at the drop point. That way no one will panic. I can't sanction an official search, but I also can't stop you from investigating on your own. The nav point for the last drop location is in my personal console. You seem to be adept at decryption, so I'll let you figure out the rest. Okay, Beast. Aardig dat ik me hulp aanbied. Ik ben ook wel een toppetje. Ja, my friend. Grappige, mysterieuze sidequest op zich wel. Okay, waar is de Khet facility? Als we hier buiten zijn, kunnen we het zien. Het bevindt zich natuurlijk helemaal daar. Temperatures are below freezing and continuing to fall. Yep.
Waar bevindt het zich? Dit is trouwens... Oh, dit is gewoon scan minerals. Hier, daar moeten we niet al te veel focus op leggen. Het bevindt zich helemaal hier. Godzijdank heb ik hier wel veel rondgereden. Helaas die nog niet uitgecheckt. Ik heb weinig... weinig tot geen fast travel points hier. Wat me misschien een strak plan lijkt, is om hier naartoe te fast travelen. Helemaal over de berg heen te rijden met de Nomad. En dan al deze fast travel pots eventjes te ontdekken. Zodat we langzamerhand aankomen op de bestemming. En dan waarschijnlijk wanneer we daar aankomen, dan is het zo ver in de part dat ik de portal weer moet eindigen. Maar in ieder geval een markering hierop plaatsen. En daar naartoe fast travelen. En wat treffen we hier aan? Relics, oké. Nou, toppie. We pakken de Nomad erbij. Je ziet niet echt dat hij goud is nu, omdat het hier zo enorm vriest en koud is. Dat er helemaal een laag ijs overheen zit. Maar hij is dus echt glimmend goud. Dat ziet er echt niet uit. Ik voel me echt Gerard Joling in een Nomad. Even kijken. Hier rechts is sowieso al één zo'n markering. Dus let's go, mijn jongens. Pathfinder, this area can be mined for resources. That's some shield. That's Jarnik. The Ket think they'll find some remnant thing there. Our people can't break through that shield. It's controlled from the main command base. Okay, dus ze denken dat je... Daarbinnen het schild, wij kunnen dat natuurlijk wel kapot maken, dat shield. Maar daarbinnen denken ze dat ze een soort artificial relic gaan vinden van... Niet de cat, hoe heet ze ook alweer? Ik weet de soort van Jal opeens niet meer. Hoe heet die Mongols? Dat boeit ook niet. Ze zijn gewoon op zoek naar een relic. En wij ook, want als je de kaart erbij pakt, dan zie je dat precies daar een quest afspeelt. Oh nee, niet. Het speelt hier voor ons. Dat is weird. Ja, ik glij een beetje weg op het ijs. Ik kan de bocht moeilijk maken. Kijk, zie je? Precies hieronder zou er een relic te vinden moeten zijn. Maar ja, die kan je niet zomaar vinden. Dus we gaan er gewoon lekker verder rijden. Dat zit best wel een quest aan verbonden, denk ik. Dus laten we verder gaan. Dit was het punt waar ik heen wilde. Zie je? Daar staat ook een markering op neer. Of daar heb ik een markering op neergezet. Dit is ook wel cool. Battle Ferocious Creatures. En hier gaan we ook een nog niet ontdekte area vinden. Best wel veel te doen, moet ik zeggen. Nou, let's go. En dan zet ik die wel even aan. Like people were camped here. Het blijft een best wel toffe magische planeet, om het zo te zien. Trouwens, laten we dit even ontdekken. Zoals het goed is, heb ik het nu wel ontdekt, toch? Het is een beetje snowboarden met je Nomad. Welkom in Steep, iedereen. Beacon. Ah, you found your first beacon. Ready for a taste of Hesgard training? Give me your best shot. There's a gigantic fiend nearby. Let's see if you can hunt it before it hunts you. Oh, het zijn er ook gewoon twee, drie. What's going on?
Ik vind het nogal wat, moet ik zeggen. Het is een beetje pittig overpowered hoor, 3. Fuck us up, Joe, hij staat in de weg, man. Oh. Zo, dat ging echt net aan goed. Doen hun ook wat of ligt het aan mij? Is ook neer. Nice, sick. Hoeveel ammo heb ik nog? Nou, op zich best veel. Gelukkig kunnen ook mijn buddies nu een focus leggen op één enemy. In plaats van op 3 tegelijk. Oh, mijn life support. Meen je dat nou? Ging nog bijna dood aan life support. Ongelooflijk. Jezus, ik ging echt bijna neer. Ik had er ook helemaal niet meer op gelet. Veel te dom. What the fuck? Nou, dat is net aan goed gegaan, man. Eventjes hier hoor, safe condition, ammo erbij. Zo, ik ga jullie dan bedanken voor het kijken naar deze episode. Dit was Mass Effect Andromeda aflevering 28. Liep even wat anders op het einde dan ik had verwacht, want officieel stond de markering op iets heel anders. Maar dit kwamen we tegen. In ieder geval, thanks voor het kijken. Actievolle outro. Thanks voor de support en tot de volgende.